Hallo, mijn naam is Job van der Bijl en vandaag gaan we heerlijk Indisch koken. Daar staat op het menu Ayam Ketchup. Dat is een heerlijk gerecht, heel mild, heel zoet. Iedereen lust dat. Ook heerlijk voor de kinderen die niet zoveel kunnen hebben of blanda's die niet heel tegen pittig kunnen. En daarvoor heb ik een kilo kip dijfilet. Dijfilet, dat is een, ja, als je voor, om te sudderen is dat perfect. Dat wordt heerlijk mals. En ja, je kan natuurlijk ook andere soorten stukken van de kip. Je kan ook een hele kip in stukken snijden. Maar ik vind persoonlijk dijfilet daar heel geschikt voor. Dus die ga ik even in stukken snijden. Ik snij altijd eerst even die vetflubbers eraf. Wat vet in blijven zitten. Maar ik kan ook overdrijven. En dan snij ik het in. Ja, ik vind het wel lekker om niet al te kleine stukken. Sommige mensen snijden echt een hele kleine stukjes. Doe vooral wat je zelf lekker vindt. Ik hou ervan om ja, echt een stuk kip in de mond te hebben. Dus vandaar dat ik ze wat groter snij. Maar dat moet je lekker helemaal zelf weten. Zo, dat is de kip. Zetten we die even aan de kant en dan gaan we de rest van de dingen klaarmaken. Zo. Terug in je hok. Hupsa. Dan gaan we uien snipperen. Eerst even schillen natuurlijk. Drie stuks, drie uien. Zo, dan gaan we nu even de uien afspoelen natuurlijk. Hè. Als je ze hebt geschild, moet je ze altijd even afspoelen. En dan ga ik ze snipperen. Zo, dat zijn de uien. Dan nog even drie tentjes knoflook erbij. Ook uiteraard even schillen. Ook even een beetje fijn hakken. Niet super fijn hoor, en hoeft zeker niet met een knoflookmesje. Zo is goed zat. Tot straks gebakken. Gefruit en daarna gaat het een poosje sudderen, dus het is prima zo. Goed, dan gaan we nu de uien fruiten. Maar voordat ik de uien fruit, zet ik vast eventjes alle specerijen klaar. Dan kan ik dat er gelijk in doen, om even mee te bakken. Ik heb hier gemalen gemberpoeder, jahe, dat doe ik drie theelepels, katoenbar, oftewel gemalen korianderzaad, twee theelepels. En ik doe ook altijd, officieel hoort dat niet, maar een klein beetje kaneel bij, echt een mespuntje, een kwart lepeltje. Het schijnt officieel niet te horen, maar goed, uiteindelijk bepaal je lekker zelf wat je in je pan gooit. En het geeft net even wat meer warmte en diepte aan het gerecht. Dat vind ik zelf heel lekker. Niet te veel, want dan wordt het overheersend. En dan trassipoeder. Dat is van ja, gefermenteerde garnalen gemaakt. Dat is een ander woord voor verrotte garnalen. Die kun je in blokjes kopen. In blokwinkel. Maar ik vind de poeiervorm wat makkelijker. Dat doseert makkelijker. Loop je ook niet het risico dat je een hap trassie in je mond krijgt. Het stinkt gigantisch. Dus doe gelijk het deksel erop. En wees niet bang dat je eten zo gaat smaken zoals dit ruikt. Het draagt wel bij aan die authentieke Indische smaak. Dus dit zet ik zo klaar, zodra ik klaar met de uien fruiten. En dan wil je niet dat dat gaat aanbranden, dus ik zet ook vast een kwart liter water klaar om mee te blussen.
Goed, dan ga ik nu met de uien beginnen. De uien, ik gebruik zonnebloemolie. Ik gebruik gewoon een neutrale olie. Dat kan rijstolie zijn of arachideolie of zonnebloemolie. In ieder geval geen olijfolie. Geen neutrale olie, dat gebruik je alleen in de mediterrane keuken. Dus dan doe je een scheutje in. Pak een beet 3-4 eetlepels. En zodra dat is, gooi je alles erin. Ook de knoflook. Nou, de uien beginnen nu te verkleuren en je ruikt het al gelijk. Het gaat nu heerlijk ruiken naar gebakken uien. En dat is die smaak die we hebben. Dus het is niet helemaal bruin. Mag ook hoor, maar ik ga in dit stadium ga ik dan de specerijen erbij gooien. Ik bak dat even een paar tellen mee. Dan moet je even voorzichtig zijn dat je dat niet te lang doet, want omdat het een fijn droog poeder is, kan dat heel makkelijk aanbranden. Dus sowieso even blijven roeren. Een paar tellen gooi ik die kwart liter water erbij. En dan ga ik nu alle andere smaakstoffen toevoegen voordat ik de kip bij doe. Nou, het is ayam ketchup, dus het woord zegt het al. Ketchup is een heel belangrijk ingrediënt. Dus we willen niet ons gerecht gaan verpesten met de foute ketchup. En die bestaat wel als je naar de Nederlandse supermarkten gaat. Kun je het foute merk, ja, staat prominent in de schappen. Doe dat nou niet, je ziet het al, het is heel dun, het smaakt heel chemisch. Verpest niet je eten. En doe ermee wat je ermee moet doen. Ik krijg heel vaak commentaar van mensen die zeggen van, moet dat nou op deze manier? Ja, zo moet dat. De enige ketchup, of de ketchup die ik kan adviseren, dat is deze, ABC. Ik word er niet door gesponsord, maar dit is gewoon algemeen bekend de lekkerste ketchup. Er zijn ook wel andere merken, maar deze is gewoon super lekker. En dan weet je, als je deze gebruikt, kan je gerecht al bijna niet mislukken. Ik doe er van 150 ml even in een maatbekertje. Als je van heel zoet houdt, kan je ietsje meer erin doen. 150 ml moet genoeg zijn. En dat gaan we dan toevoegen aan de pan. Dan doen we de ketchup erbij. Dan doe ik er wat citroensap bij. 2 eetlepels, ongeveer pak een beet. Sorry, we hadden even ruzie met de microfoon. Ik heb hem ook afgedaan, dus de kwaliteit is nu misschien ietsje minder. Maar ik zal even uitleggen wat ik gedaan heb. De kip is nu inmiddels lekker aan het sudderen. En het laten we ook zo even zijn gang gaan. Af en toe even roeren natuurlijk, hè, dat je... Oh, dat pruttelt zo lekker. Af en toe even roeren dat hij niet aanbrandt. En mocht het water te hard verdampen en dan wordt het droog, kun je er wat water bij doen. Ik had er de citroensap in gedaan, 2 eetlepels, 1 theelepel zout. En de blaadjes duinsalam, de Indische laurier, is geen laurier. Maar het lijkt erop, dus niet te vervangen door laurier, in iedere toko te kopen. En daarom djeroek, de blaadjes van een soort limoenboom, de djeroek perut. Ook te kopen in het diepvriesvak van de toko. Je kunt deze trouwens ook in een gedroogde vorm kopen, maar dan is het al die aromatische smaak kwijt. Dus zo vers uit de diepvries is het allerlekkerst. En dat kun je ook heel lang goed houden in de vriezer. Wat zeg ik, je kunt dit zelfs weer terug doen in de vriezer en dan behoudt het gewoon zijn smaak en is het nog steeds te gebruiken. Dus ja, ik laat dit nog even een half uur, drie kwartier lekker sudderen. Oh jongens, wat ziet dat er heerlijk uit. Hij is nu gaar, oh, je ruikt het ook. De saus is ingedikt. Hij blijft sowieso wat vochtig hoor, dat hoort. Het hoort een vrij dunne saus te worden.
En dan kunnen we nu gaan serveren. Maar je kan ook zeggen, je wacht tot morgen. Dan is hij eigenlijk nog lekkerder. Dan kun je de smaak er nog langer in laten trekken. Dan kun je die blaadjes er ook nog in laten zitten. Laat die blaadjes zo lang mogelijk erin zitten, zodat die smaken in je gerecht kunnen trekken. Maar goed, in principe kun je zo eten en serveren. Kijk eens wat heerlijk. Dat ziet er prachtig uit. Heerlijk. Rijst met ayam ketchup. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Slamat makan. Vond je dit nou een leuk recept? Ik heb nog veel meer leuke recepten. Die ga ik allemaal posten. Dus in dat geval, like dan deze video. Abonneer je op dit kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van al onze heerlijke recepten.